It's all I wanna do. En welkom bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag ga ik het even heel snel hebben met jullie over een update. Want, zoals je natuurlijk weet, is vandaag donderdag 5 november. En morgen komt motherfucking Call of Duty Black Ops 3 uit. Bam, ik heb er echt fucking veel zin in. Vandaar dat ik even snel deze video maak. Want, vanaf morgen om 1500 uur, oftewel 3 uur precies, komt de allereerste Black Ops 3 video online. Misschien al wat eerder, want ik ben van plan wat meer video's te gaan uploaden in verband met dat de game uit is. Dus, willen jullie nou meer Black Ops 3 zien? Abonneer dan eventjes op mijn kanaal, zodat ik het nog niet heb gedaan. Vanaf vrijdag dus komt er elke dag Black Ops 3 online. Dat ga ik een week tot twee weken volhouden of zo. En daarna zou ik wel weer wat gaan aflissen met Black Ops 2. Advanced Warfare ga ik niet meer spelen. Ga daar maar vanuit, dat ga ik echt niet meer spelen gewoon. En, ja, jongens, ik heb er echt gewoon ziek veel zin in. Echt, ik ben nou ook gewoon, nu ik weet dat Black Ops 3 bijna uitkomt, ben ik gewoon een beetje klaar met Black Ops 2 natuurlijk. Gewoon, deze game hebben we 3 jaar lang gespeeld. Heb ik 3 jaar lang gespeeld. En ik ben eigenlijk wel toen naar een nieuwe game. Dus ik hoop natuurlijk gewoon dat Black Ops 3 echt super, maar ook echt super chill gaat worden. De beta was voor mij al best wel goed. Dus ja, als de game ook zo gaat worden, dan ben ik natuurlijk helemaal blij. En ik hoop dat jullie dan ook wel blij zijn. Ik hoop dat jullie ook blij zijn dat er dan misschien wel 2 video's per dag weer online gaan komen op mijn kanaal. Omdat Black Ops 3 gewoon fucking hype wordt. Ik heb er echt niet normaal zin in, jongens. Laat even in de comments weten hoe erg zin jullie natuurlijk hebben in Black Ops 3. Want dat zou ik ook wel erg willen weten. En holy fucking schijt, jongens. Ik weet gewoon niet. Ik was niet zo hype voor Advanced Warfare. Ik was niet zo hype voor Ghost. Maar voor Black Ops 3 ben ik echt super hype. Want ik weet niet waar het aan ligt. Misschien ligt het aan mijn leeftijd of zo dat ik nu Call of Duty echt goed kan spelen, want toen Ghost of the PS3 uitkwam, toen was het nog niet altijd goed in Call of Duty. Toen het eenmaal, hoe heet dat, hoe noem je dat, gekopieerd werd naar de PlayStation 4, want toen kreeg ik mijn PlayStation 4, toen was ik er wel goed in. En ja, Advanced Warfare ben ik ook wel redelijk in, maar ik hoop dat ik in Black Ops 3 toch echt wel gewoon beest ga worden en ook echt ziek veel nucleus gaat droppen. Want als je ziet hoeveel nucleus in Black Ops 3 hebt, of Black Ops 2 hebt gedropt live, hoop ik dat ook in Black Ops 3 te gaan droppen natuurlijk. En ik hoop natuurlijk hele leuke video's voor jullie te gaan neerzetten. Dus jongens, mocht je genoten van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Veel succes als jullie morgen ook Black Ops 3 gaan spelen. En jongens, dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Later!